The sun, the moon and the stars would have disappeared long ago. Is dit fucking Star Wars of zo? Dit is precies een fucking rip-off van Star Wars, man. What the fuck, dat lijkt op koffie. Press space to jump. Oh my god, ik ben aan het vliegen in de lucht. Dit heb ik altijd al gewild in een fucking Call of Duty game. Ik ga dood, denk ik. Ziet Europa er zo fucking uit in de toekomst? Ik dacht juist dat we geen ijs meer zouden hebben in de toekomst, maar oké. Okay. Dit level ziet er eigenlijk wel fucking mooi uit, man. Fuck you, bitch. Hallo. Deze mensen hebben denk ik geen fijne tijd gehad. Het zijn Duitsers. Take my bot, man. Oh, we hebben een fucking steel dragon. Die, you shitholes! Nice. Waarom schiet hier iemand van uw eigen team neer? What the fuck? Te pranken! Je kunt zeggen van Infinite Warfare wat je wil, maar deze graphics zijn eigenlijk niet verkeerd. We're missing the party. Yes, I want a party. Jee, we zijn feest aan het vieren. Waarom? Omdat er net vier mensen zijn doodgegaan. Oh my god, America! Hallo, hoe is het met jou? Niet goed, denk ik. What the fuck, hoe loopt zij de trap af? Oh, we worden geholpen door een robot. Oh shit. Our own team betrayed us. Oké, mensen, we zitten in een of andere winkelcentrum. En iets wat ik me fucking afvraag. Hoezo is hier geen multiplayer map van? Ik bedoel, deze map zou toch fucking awesome zijn? What the fuck moet dit voorstellen? Wat een hele video, man. Les chevaux sauvages. Saison. Er ligt hier een kabar. Mensen gaan hier dood. Ik ben heel evil. Get them all. Wel, rip die mensen een jacht, zou ik zeggen. Oh, een hert. De Bin Oanea Geneva. Oké, mensen, we kunnen met dit schermpje hacken. Oké, deze mensen zijn allemaal aan het doodgaan. Leuk. Bal door de rij, bitches. Haha, goodbye. Goodbye, we zijn dood aan het gaan. Joepie. Alright, we'll take back the fucking cargo port, man. Wow, running. Hey, fuck up man! Vraag me eigenlijk af, hoe komen ze op die fucking namen in futuristische Call of Duty's? Bijvoorbeeld de EBR 800. Dat is waarschijnlijk zo één guy die bij fucking Activision werkte. En hij dacht van, laten we het zo noemen. En die CEO zei dan van, ah, de fanbase haat ons toch, dus waarom niet, hè? Haha, fuck you. Wel, die guy is dood, denk ik. We hebben een dikke iPad 1000 gekregen of zo. Uranus ligt hier, oh my god. Wij zitten nu bij Uranus. Dit is allemaal poep die eruit is gekomen, denk ik.